een hele goede middag. Welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het is vrijdag, dus weekend. En zoals jullie in de weekvlog al hebben kunnen zien, ben ik al even thuis. En nou ja, mijn tafel is wel, het is wel echt iets beter hoor jongens. Maar ik heb er nu alweer van alles opgegooid. Maar het is echt minder rommelig als dat het was, zeker weten. Ik zit met Suus te appen. Ik had deze site, Shein, ik heb hem wel eens meer bij andere YouTubers gezien hoor. Die heeft dit shirt zo tof. Dus ik stuurde hem naar Suzanne. Van moet je kijken hoe tof. Ja, nu wil zij hem natuurlijk ook. Dus we gaan te winnen. Zeker weten. Ik heb hem voor ons allebei besteld. En dan eens kijken wat de kwaliteit is en of de maten wel helemaal kloppen. En nou ja, we gaan het zien. Maakt ook niet zo heel veel uit. Het zijn shirts van 12 euro, dus je kunt je daar ook niet in al te grote wild aan vallen, gelukkig. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe ze worden. Dus ik heb hem besteld. En nou ja, als ze binnenkomen, gaan jullie het bij ons allebei wel zien. Leuk weekend voor de boeg. Vanavond gewoon mijn eigen lekkere vrijdagavond. Zonder al te veel poespas. Heb ik zin in. Morgen moet ik even naar een winkel. Ik had een strapless BH besteld. Voor onder de jurk voor de trouwerij. Daar verklap ik al wel iets mee. Maar hè, dan nog kunnen we 1000 verschillende kanten op. Dus ja, dan weten jullie eigenlijk nog niks. Maar in ieder geval een BH voor onder de trouwjurk. Nee, niet onder de trouwjurk. Onder mijn jurk voor de trouwerij. Die is binnen, want die moest besteld worden. Dus die ga ik morgen even passen. Kijken of dat, of dat een beetje goed zit. Morgenavond vieren we het feestje van de dansschool. Die bestaat 5 jaar. Dus heb ik ook heel veel zin in. En zondag is de het heette altijd de Wintersport Fun Day. En ik blijf die naam maar zeggen, maar zo heet die helemaal niet meer. De Parasnowdag in Zoetermeer in Snow World. Dus daar ben ik de hele zondag te vinden. Ik moet er al om 8 uur 's ochtends zijn, dus dat feestje bij de dansschool is echt top gepland. Maar goed, ik ga het gewoon niet te laat maken. Dat is het gewoon, weet je. Ik bedoel, ik moet gewoon vroeg op. Ik moet hier toch... Kijk, Zoetermeer is ook weer niet de andere end. Het is hier redelijk vlakbij. Maar 7:15 moet ik wel in de auto zitten. Ja, dat wordt nog even een uitdaging. Maar goed, dat geeft helemaal niet. Dus leuke dingen voor de boeg. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie ook een fijn weekend hebben. En dan zie ik jullie later weer. Een hele goede morgen. Het is zaterdag vandaag. Ik heb heerlijk uitgeslapen, rustig aangedaan. Ik heb mezelf aangekleed. En toen stond er iemand voor de deur. Dat is de vader van een oud schoolvriendinnetje van mij. En die woonde altijd hier ook. In Loosduinen, want dat is waar ik woon. Want dat gaan jullie ook dadelijk zien. En Loosduinen is een stadsdeel van Den Haag, hè? Want jullie weten, ik woon in Den Haag. Maar het is wel een beetje een bijzonder stadsdeel wat dat betreft, want het is eigenlijk meer een dorp dan een stadsdeel, gevoelsmatig. En zij zijn op een gegeven moment, de kinderen zijn naar de buurt richting Amsterdam verhuisd, dus zij zijn daar ook naartoe verhuisd. En nu zijn de kinderen weer terug naar Zoetermeer, dus zij zijn weer terug op Loosduinen. Superleuk. En ik heb natuurlijk mijn koelkastmagneten-collectie. En kijk wat hij zelf heeft laten maken. De molen, de kerk en het Loosduins Museum. En dit is het wapen van Loosduinen. Hoe leuk is dat? Dus daar ben ik wel super blij mee. Dus die gaat bij mijn collectie. Even kijken. Ga ik hem er even bij plakken. Ik denk gewoon zo, random. Ja. Leuk man. Weer eentje erbij.
En wat ik jullie ook nog wil even laten zien is de rozen die ik heb gekocht. Tenminste, ik heb ze niet zelf gekocht. Pa en ma zijn natuurlijk gisteren weer de hort op geweest en die hebben ze voor me meegenomen. Wat een zucht. Kijk nou hoe mooi. Het zijn een soort kleurtjes van de snoepjeshartjes. Ik vind ze zo gaaf. Echt heel tof. En waarom ik zo... Daar ben ik weer. Waarom ik zo zucht is omdat ik net heel erg ben geschrokken. Ja, dat ben ik ook echt weer hoor. Ik ben zo'n held wat dat betreft. Er werd hier dus net aangebeld door die man. En die moest eigenlijk bij mijn ouders zijn. Nou, hetzelfde sportiek, hetzelfde achternaam. Dus die verwarring gebeurt wel vaker. Dus, maar toen zei ik tegen hem, nou weet je wat, ik ga gelijk wel even mee naar beneden. Dus ik had mijn sleutels gepakt en ik had de deur dicht gedaan. En toen stond er hier een man op het portiek. En die was zo raar aan het doen. Die was heel raar met waar die moest zijn en sleutels en nou, een beetje vaag. En toen kwam ik net boven en dan durf ik dus niet meer naar binnen. Dan ben ik gewoon bang dat hij hier binnen zit. Het slaat helemaal nergens op, maar goed. Dus ik ben weer terug naar beneden gegaan. Toen hebben papa en die andere man hier eerst even thuis geïnspecteerd. En toen kon ik weer naar binnen. Het is eigenlijk te erg geworden, maar ja, zo ben ik nou eenmaal. Maar goed, ik ga straks lekker even de fiets pakken. Naar Wateringen fietsen om voor die BH even te kijken. En dan... Nou ja, heb ik ook weer een lekker fietsritje. Ik moet eerlijk zeggen, vanochtend zag het er heel druilerig uit. Maar het ziet er inmiddels wel beter uit. Dus nou, dat is alleen maar mooi. Dus ik ga even die kant op. Ik neem de camera even mee. Want misschien dat ik onderweg nog wat wil en kan filmen. En dan gaan we het zien. Maar ik ga eerst nog even wat aan het hoofd doen, want daar was ik nog niet aan toegekomen. Daar was ik net mee bezig toen hij belde. Kijk, dit soort dingen, ik hou er dus totaal niet van. Maar volgens mij zijn ze beneden bezig. Het huis hier beneden staat leeg. En volgens mij zijn ze daar bezig. Nou ja, we gaan het zien. Ik ga even wat doen. Op de fiets naar Wateringen geweest. Nou, het is gelukt. De BH is binnen. Maar kijk, ik ben nu een stukje aan het fietsen. Wederom geen idee waar ik uithang. Even kijken, even mijn fiets goed stilzetten. Kun je ze zien? Ja, toch? Even inzoomen. Maar koeien. Runderen, wat zijn het? Geen idee. Even kijken hoe mooi het hier ook weer is. Bizar. Echt heel gaaf. Ik ga even een fotootje maken. Superleuk. Zo, ik ben weer thuis. Dat was nog even een uitdaging. Want vlak nadat ik dat stukje gefilmd had, kwam ik een heuveltje tegen waar ik niet helemaal lekker tegenop kwam. Gelukkig was er een meneer die me even kon helpen. En nu is het bij 1 volgens mij. Ja, 10 voor 1. Ik ga lekker even mijn yoghurt met granola, of kwark met granola. En wat je hoort is de waterkoker. Ik ben even een kopje thee aan het zetten. Want ik heb vanochtend broodjes gegeten. Ik had nog Turkse broodjes over van Pasen. Dus die had ik in de vriezer. Dus die heb ik vanochtend lekker gegeten. En met ei, heerlijk. Maar ja, dan wil ik wel tussen de middag gewoon weer even normaal mijn granola. Want en wordt een beetje te veel van het goede. Vanavond eet ik lekker bij papa en mama. Die hadden tomatensoep met tosti's. Lekker. Of ik mee wilde eten. Dat wil ik wel. En dan vanavond het feestje. Dus ik ga... Papa heeft de koffer boven gezet met mijn skikleding. Want ik ga natuurlijk morgen naar Zoetermeer. En ik ga misschien zelf ook nog even skiën. Dus als dat het geval is, ga ik wel vragen of iemand het even wil filmen. Dat zal wel door een ruit heen gebeuren. Maar goed, maakt op zich niet uit. Dus ik ga straks ook even mijn skikleding uitzoeken. Even kijken wat ik nodig heb voor morgen. En even kijken hoe dat inmiddels wellicht al wat ruimer zit. Dat zou toch leuk zijn, jongens. Ik dacht, ik had natuurlijk mijn lunch gemaakt en een kopje thee gezet. Dus ik dacht, ik ga gelijk even de weekvlog maken.
Want dan is dat ook maar gebeurd, want die moet natuurlijk morgenochtend online. Dus daar ben ik nu, kan je het zien? Weet het niet, het licht schijnt er een beetje in. Daar ben ik nu mee bezig. En ik had zo'n trek in een kopje aardbeien slagroom thee. Weet je wel, dat is die thee die ik toen nieuw gehaald heb en ook al een keer van Suus gekregen had. Laat ik hem helemaal koud worden. Ik had me er zo op verheugd, echt zo suf. Maar goed, koud is die op zich ook nog wel oké. Maar ik ga dadelijk wel even een nieuw kopje zetten. Zo, inmiddels poging 2 voor een warm kopje aardbeien slagroom thee. En aardbeien zonder slagroom. Want deze slagroom heeft geen calorieën. Maar de slagroom die je hier op doet wel. En nou, daar doen we even niet aan. En sowieso vind ik het niet zo lekker aardbeien met slagroom. Ik moet zeggen dat ik het lekkerder vind om aardbeien gewoon zo te eten. Ook geen yoghurt of zo. Of ijs erbij. Gewoon lekker aardbeien. En oh, ik ben het net even vergeten te filmen. Maar hij zit alweer in de koffer. Ik had toch verteld dat mijn ski kleding boven staat. Omdat ik dus morgen naar de parasnowdag ga. En daar misschien zelf ook even mag skiën. En dat is in een indoorbaan. Dus heb je gewoon warme kleding nodig. Anders dan heb je het wel heel erg koud. En ik heb een skijas gekocht. Ik weet niet eens meer hoeveel jaar geleden. Maar echt jaren geleden. Die heb ik 1 jaartje aangehad ook. En eigenlijk zat hij toen al niet goed. Hij was toen eigenlijk al te klein. Maar ja, dan wil je het graag en dan doe je het toch. Volgens mij is hij toen ook nog een keer gescheurd. Ben ik er gewoon uitgescheurd. Nee, in ieder geval was het niet fijn. Maar ik dacht nu, laat ik het checken. Zo van, kijken of ik al in de buurt kom van dat ik hem weer aan kan, zeg maar. En hij past gewoon. Ik ben er echt zo blij mee. Het is nog niet dat ik hem echt, daarom zit hij ook weer in de koffer. Ik denk dat ik hem morgen niet aantrek. Dat ik nog wel even mijn oude jas aantrek. Het ligt er een beetje aan hoe te groot die nu inmiddels is. Want hij zit nog wel... Hij kan dicht, maar ik had er alleen dit dunne shirtje onder. En met skiën heb je er natuurlijk eigenlijk nog wel wat meer laagjes onder. Dus dan zit hij misschien toch net niet helemaal lekker. Maar ik kon er gewoon vrij in bewegen. Ik had niet het idee dat ik er strak in zat. Nee, dat vind ik wel echt heel gaaf. Ik heb het op mijn Insta-story gedeeld. Dus daar heb je het als het goed is al kunnen zien. Nu ga ik lekker aardbeidjes eten. De vlog is bijna klaar. Ik ben even een Suus-marathon aan het houden. Want ik heb echt heel weinig YouTube gekeken de afgelopen tijd. Enerzijds omdat ik het druk had. Anderzijds omdat ik gewoon andere dingen heb gekeken. Zoals Baantje en zo. En ja, je hebt maar beperkte tijd dat je kan kijken. Nou kijk ik al best wel veel. Maar dan nog zit er een limiet aan wat je kan kijken op een dag. Dus vandaag even een Suusjes marathon. Ook gezellig. Zo, ik zit in de auto. Ik heb mijn feestjurk aan. Zwart en rood, want dat was de dresscode. Ja, dit is niet helemaal rood-rood, maar rood genoeg vind ik. Ik heb even geld gehaald en het is nu 7:30. 8:00 begint het. En ik wil er bij tijd zijn, want zoals jullie weten moet ik ook bij tijd weer weg. Want ik moet morgen vroeg op. Ik heb me net rot gezocht naar mijn handschoenen. Omdat ik eventueel ga skiën morgen. Die lagen nog in de auto. Nou, gelukkig maar. Want anders dan had ik een groter probleem gehad. Ik zie jullie daar. Gefeliciteerd! Dankjewel! Nu nog een lege dansvloer, maar daar gaan we straks verandering in brengen. Ja. En dan gaan we even naar de andere kant. Want er zijn wel mensen. Hi! Hoi. Hallo! Zo. 5 jaar alweer, Isaac. 5 jaar alweer, wat een tijd, hè? Bizar, hè? Ja, zich voorbij gevlogen. Maar ja, still going strong. Still going, we gaan helemaal beter, we gaan helemaal harder. Absoluut. Ja,
Ik ben weer thuis. Dat was een gezellig feestje. Maar wel een kort feestje voor mij, want het is nu 11:30. En toen ik wegging, was het eigenlijk net op gang gekomen. Nou, dat is niet helemaal waar, maar het was nog wel echt in volle gang. Maar ja, ik moet zo vroeg mijn bed uit dat ik het spijt van krijg als ik het niet doe. Dus het is nu 11:30. Ik ga mijn gezicht even poetsen. En tanden poetsen en dat soort dingen. En dan lekker naar bed. Morgen om 6:00 gaat de wekker af. Ik heb mijn lunchpakket en zo al klaar. Die heb ik al in de koelkast gedaan voordat ik wegging. Mijn tas met spullen staat al klaar, dus ik hoef morgen alleen maar op te staan, me aan te kleden, te ontbijten en dan kan ik gaan. Ik vind deze oorbellen trouwens heel erg leuk. Ik had ze eigenlijk voor de bruiloft gekocht, maar misschien dat ik ze toch... Ja, ik vond het zonde om ze niet nog al of om ze niet al te gaan dragen. Maar misschien dat ik voor de bruiloft nog wel andere koop. Ze hebben zoveel leuke. Maar deze vind ik ook wel echt heel leuk. Nou, genoeg gekletst. Ik zie jullie morgen. Een hele goede morgen. Het is zondagochtend 6:30. Ik ben er klaar voor. Ik heb mijn shirt aan. En ben opgemaakt, een soort van mijn haar. Ik ga even een ontbijtje maken en dan richting Zoetermeer. Ik ben niet de enige die wakker is, hoor ik. Volgens mij is Suus ook al wakker. Nou. En we hebben het Songfestival gewonnen. Dus, ik denk dat we gewoon moeten stoppen met overal bekende Nederlanders naartoe te sturen. Inclusief de Mol, alsjeblieft. Maar blijkbaar werkt het. Nou, gefeliciteerd, Duncan. Al aardig wat uren verder zijn we gearriveerd en het is hier al lekker druk. Hey, en daar weer ik. Dag Erik. Erik gaat lesgeven vandaag. Erik, je doet de hondenbroek, ga je lekker filmen. Ja, dat zag ik te laat. Ik knip het er wel uit. Jeroen is er ook. Ik weet niet of het mag ik het erin laten? Ja. Oh, oké. We zijn nu op de informatiemarkt, zoals je ziet. En dit is onze stand met een leuk filmpje over het skiën en Cynthia. En hier gaan wij de dag doorbrengen. Aan die kant zijn ook nog allemaal mensen. Ski Unique staat daarachter. Dit is de Ski's The Limit. Nou, helemaal leuk. Ik ga straks nog even wat filmen van het skiën zelf. Ja, maar dat is natuurlijk een discussie wat je doet. Ik heb het just hang ook even mijn klofje aan, want ik had mijn skikleding nog aan. En dat is dan best wel warm. Wat een gave dag weer. Sowieso leuk om... ik heb weinig gevlogd, maar ik ben ook gewoon bezig geweest. Leuk om mensen weer bekend te maken met het zitskiën en al die genietende mensen te zien. Mijn mascara zit overal. En ik heb natuurlijk zelf ook even geskiet. Jeroen heeft met mijn telefoon wat beelden gemaakt. Mijn batterij is bijna leeg. Dus die ga ik eerst even vervangen. Zo, dat is beter. Dan heb ik tenminste weer een volle batterij. Dan hoef ik niet te denken dat jullie straks uitvallen. Sowieso heel tof om mensen bekend te maken met de skiën. En iedereen daarvan te zien genieten. Dat is echt heel gaaf natuurlijk. Leuk om iedereen weer te zien. Ook heel tof. En daarnaast heb ik natuurlijk nog zelf mogen skiën. Jeroen heeft er met mijn telefoon wat beelden van gemaakt. Maar ja, je zit en achter glas en daar best wel wat van af. Dus ik weet niet hoe die beelden zijn geworden. Op de telefoon is het wat ver weg. Maar ik ga ze nog een keertje op mijn laptop bekijken. Maar goed, jullie hebben het al kunnen zien. Want als ik ze kan gebruiken, zaten ze hiervoor. Het is een nieuwe ski. Of ja, een relatief nieuwe ski. Het is
een iets stabielere ski als waar ik nu in zit. Omdat er twee skis onder zitten in plaats van één en je wat lager bij de grond zit. Maar ik vond het wel heel tof hoor. Ik moet zeggen dat het me wel beviel. Dus nou ja, goed over nadenken. Eventjes goed doorpraten met wat mensen. En dan gewoon kijken of ik misschien daar de volgende keer in kan skiën. Maar voor nu heb ik in ieder geval een heerlijke dag gehad. Ik heb al een was aangezet. Dat kunnen jullie als het goed is horen. Ik ga even afwassen. Ik heb al een salade gegeten daar. Maar ik heb hier nog een bakje soep staan. Dat heb ik meegekregen van pa en ma van gisteren. Want we hebben gisteren groentesoep gegeten. Dus misschien dat ik dat straks nog even opeet. En dan gewoon lekker eventjes rust. Want ik ben best wel moe. En dan slapen. En dan zit de weekendvlog er weer op, jongens. Ik hoop dat hij leuk is geworden. Zo ja, doe je duim omhoog als je hem leuk vond. Ja, abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Zou ik heel tof vinden. Je zou me er ook echt mee helpen om te abonneren. Want dan kom ik gewoon wat vaker voor. En dan wat meer in de resultaten terecht. Ik zou het wel heel gaaf vinden om weer een beetje te gaan groeien. Dus als je dat zou willen doen, zou ik dat heel tof vinden. En dan zie ik je in de volgende vlog. Doei doei!